Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Nog steeds zorgwekkend. Dat is de situatie momenteel in Suriname. Dus de situatie in Suriname is op dit moment heel zorgwekkend. COVID-19 is alleen aan het toenemen, niet aan het afnemen. We zien eigenlijk een stijgende trend in de infecties. De zorg kan het nu eigenlijk al nauwelijks meer aan. Dus de situatie is enorm zorgwekkend. Laat je snel vaccineren om erger te voorkomen. Alleen zo kunnen we het virus verslaan. Verder in het journaal vandaag. De hoofdpunten. Vice-president Ronnie Brunswijk vandaag gevaccineerd. Oproep van volksgezondheidsminister laat je vaccineren. Enorme drukte bij vaccinatiepost PCS. Mensen worden bewuster. Infectioloog Dr. Steffen Vrede over het aantal positieven per dag. Vice-president Ronnie Brunswijk was vandaag in Mungo om zich te laten vaccineren. Brunswijk is eerder ook besmet geweest met het coronavirus en heeft op advies van de artsen toch vandaag moeten wachten om zijn prikje te krijgen. Dus ook de UVP die gevaccineerd nu. Hij doet een beroep op de totale gemeenschap zijn voorbeeld op te volgen. Laat je vaccineren. Wij hebben voor u het volgende verslag. Ik ben nu gevaccineerd en dit is naar voor de gemeenschap dat als dat is mijn dagje heb ik gevaccineerd dat is zo doe dat je doet nee. Wil ik als vice-president en de leider van de boskondesma moet gevaccineerd voor zich dat hij hoe zeef dat ik een vaccinatie ja zo. Ja? En met de kekkeba, yes, ben je bravo. Dat de samenleving bewuster wordt zich te laten vaccineren, is de afgelopen week duidelijk merkbaar. Heel wat mensen trekken massaal naar de verschillende vaccinatieposten. Het COVID-journaal bracht een bezoek aan het PCS-vaccinatiepost en spraken dokter De Warkasi. Nou, voor vandaag zitten we, het is nu 11:45, zitten we rond al de 200 plus mensen. Van de collega's heb ik ook begrepen, die toen superviseren hier, dat er toch wel een, bij al mijn min en meer dezelfde aanloop is geweest. Ja. Ja, ja. Ik verwacht nog drukte, dus buiten loopt het nog storm. Dus we gaan
goed, okay. Goed door nu. Dus wat ik persoonlijk denk is het aantal gevallen. En ze horen ook dat het soms heel slecht afloopt met de patiënten die COVID ontwikkelen. Dus ze kiezen ze toch nu ervoor om zichzelf te beschermen daartegen. Je gaat overal een paar mensen hebben die hun mening ventileren op zijn of haar manier. Maar ik zou juist tegen de mensen zeggen die twijfelen, volg de officiële berichtgeving. Toch? Ga naar de WHO-site, ga naar gov.sr of hoe noemen ze het weer, covid.sr. En dan kan je de juiste berichten volgen en dan kan jij als persoon of individu ook de juiste conclusies trekken wat goed is voor jou. Nou mensen, vooralsnog tussen 40 en 60 jaar met onderliggende aandoeningen, bloeddruk, suikerziekte, hartziekte, noem maar op. Kom en laat je vaccineren, bescherm je tegen het virus, want de complicaties van het virus zijn natuurlijk veel hoger dan het vaccin. Bescherm jezelf. Ik adviseer de mensen om zich toch te laten vaccineren. Wacht niet op het laatste moment, ook niet om ook de drukte te voorkomen. Laat me dat ook zeggen, maar mensen, ik roep jullie op, laat je vaccineren. Het is heel belangrijk om je te laten vaccineren, omdat als je bent gevaccineerd, ook al krijg je COVID, het is minder ernstig en dan beland je niet in het ziekenhuis. Dus je kan wel zeggen van ik ben gezond, ik voel mijn kip lekker, ik heb geen onderliggende aandoening. Maar je weet nooit als je het krijgt of je in het ziekenhuis gaat belanden. En dat is het ergste eigenlijk. We willen zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis hebben. Dus daarom moet je gaan vaccineren. Ik bedoel van, we willen niet vrijdagavond ergens gaan uiteten samen met 5 andere mensen. En niet op een terras met social distancing zitten. Dat werkt niet. Weet je hoe lang ik geen bier ergens heb gedronken? Weet je, ik bedoel van, laten we allemaal een oplossing brengen voor dit ding. Een paar hele slimme mensen hebben vaccinaties ontworpen. En ze hebben echt hun tijd en hun moeite gededicateerd aan en vaccineren. Iedereen oproepen om te komen vaccineren. We moeten elkaar, alleen op die manier kunnen elkaar beschermen. En daarom heb ik ook mijn gezin gebracht dat ze zich kunnen vaccineren. Ja, het is belangrijk om jezelf te beschermen en natuurlijk ook de samenleving en de kinderen natuurlijk die dus eigenlijk niet gevaccineerd worden. Maar dan, als jij als leerkracht gevaccineerd bent, dan ga je dus ook beschermen. Zeker met die variant die er nu is, waarbij ook kinderen besmet worden. Iedereen moet zich zo snel mogelijk laten vaccineren. Nou, ik zou zeggen, wie het nog niet gedaan heeft, maar daar heb je een beetje meer zekerheid. Ik zou zeggen, laat je vaccineren, hoe langer dit uitstelt. Het gaat langer duren, doe het gewoon en dan weet je van, je hebt meer zekerheid op je gezondheid. Wel, hoe je draait of keert, je gaat je moeten vaccineren. En je gaat eens op moeten staan en zeggen van oké, okay, Pim, laten we dat doen. Bij deze zou ik iedereen willen oproepen om zich te laten vaccineren. Want als je niet laat vaccineren, loop je kans dat je besmet wordt. Dus mensen gaan allemaal vaccineren. Ik roep hierbij ieder op om zich te laten vaccineren. Want het is, we zijn in een kritieke positie nu, want er zijn ook geen lichtbedden meer als je kijkt naar het journaal. In Wanica ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen, er zijn weinig beddencapaciteit, dus laten we geen risico nemen. Iedereen moet zich vaccineren, dan kunnen we sneller opengaan, de economie kan sneller opengaan, dan kunnen we vrij bewegen als overige landen. Ik vind het geweldig dat iedereen gaat vaccineren, we moeten vaccineren. Ten slotte moeten we. Wees deel van de oplossing. Ik weet niet hoe lang iedereen nog met een masker wil rondlopen en 2 meter uit elkaar of 1,5 meter uit elkaar wil blijven. Maar wees deel van de oplossing. Laat je vaccineren. Sanana Mangs, ik denk dat u met z'n allen kunt zien wat de situatie op dit moment is met betrekking tot COVID-19. Besmettingen die variëren van 80 plus naar 100 plus zelf. Een besmettingspercentage van 30 tot 40%. Hetgeen betekent dat 3 op de 10 personen
3 op de 10 tot 4 op de 10 personen op dit moment die u tegenkomt COVID besmet is. Het is meer dan duidelijk dat wij al langer dan een jaar met maatregelen komen die de situatie beheersbaar moeten maken. Maar ik denk dat wij moeten afstappen van alleen lockdowns en alleen andere maatregelen om businesses, sectoren, etc. te sluiten. Ik denk dat u moet beseffen dat op dit moment er maar één manier is om COVID te onderdrukken. En dat zal zijn dat u zich moet vaccineren. Vaccineren is in ieder geval, heeft al bewezen, in de wereld te helpen om in elk geval ernstige ziekte en sterfte bij COVID-19 te voorkomen. Er zijn tal van voorbeelden. Landen die ook in dezelfde situatie zaten als Suriname, hebben gevaccineerd aanzienlijke delen van de populatie en zijn nu in elk geval in een situatie waar COVID-19 niet een dusdanige druk vormt als we die in Suriname zien. Er zijn intussen al 45.000 plus personen gevaccineerd. En ik denk dat wij zeker wel het vaccineren moeten zien als een strategie om naast die Mohana maatregelen uit deze COVID-crisis te komen. We hebben nu de prioriteitsgroepen 60 plus en 40 tot 60 met onderliggende aandoeningen. Ook hebben wij de leerkrachten en de gewapende machten erbij nu. We stellen steeds bij, maar natuurlijk zijn we ook afhankelijk van onze voorraden en vaccins. Maar ook daar kijken we naar opties. En binnenkort hopen wij onze voorraden goed aan te vullen, waardoor we nog meer Surinamers kunnen vaccineren. Laten we gaan vaccineren, want we willen allemaal uit deze COVID-situatie komen. COVID moest goed, akosarikba. In het programma Niet Zomaar een Prik, dat afgelopen maandag live op de SCVS te zien was, heeft dokter Vrede in zijn thesis aan het kijkerspubliek een somber beeld geschetst over de huidige COVID-19 situatie, waaronder ons land momenteel gebukt gaat. Om zijn analyses kracht bij te zetten, liet dokter Vrede in een duidelijke en heldere presentatie de statistieken zien. Neemt u hier goede nota van. De cijfers liegen er niet om. Ik ben daar heel erg bezorgd over. Iedereen ziet dat er heel veel gevallen zijn per dag. En ik denk dat iedereen ook weet dat alle ziekenhuizen, alle bedden voor COVID-patiënten al bezet zijn. Ja. We weten ook dat de IC's helemaal vol zijn. Dus het is een heel zorgwekkende situatie. We hebben ook vrijwel elke dag mensen die overlijden aan COVID. En ik heb een slide meegenomen, die is door de afdeling epidemiologie van de NWI, van de medische faculteit gemaakt. Ja. En daarin zie je dus hoeveel mensen er ziek worden, of hoeveel mensen er geïnfecteerd worden met COVID. Dat zie je, dat zijn die blauwe balken. En dan zie je die, hoe langer de balk, hoe meer mensen dat zijn. En dan zie je inderdaad dat tussen de 20 tot de 50 mensen, tot de 50 jaar, daar zitten de meeste mensen in die geïnfecteerd worden. Die rode streep die geeft aan het aantal mensen dat komt te overlijden nadat ze geïnfecteerd zijn. En wat je ziet is dat die streep een hele tijd bij nul blijft. Dus jonger dan 20 gaat er niemand dood, jonger dan 40 gaat er niemand dood. Boven de 40 beginnen er enkele mensen te overlijden. En dat heeft dan vooral te maken, dat zijn vooral denk ik mensen met aanvullende aandoeningen. En, maar naarmate de leeftijdsgroepen veranderen, naarmate het om oudere mensen gaat, zie je dat de sterfte toeneemt. En bij de mensen tussen de 60 en de 69 jaar gaat 7,26% dood. Dat is een aanzienlijk aantal. En bij de mensen van 80 plus gaat 23,5% dood. Dat wil zeggen dat bijna 1 op de 4 mensen van 80 plus die COVID krijgt, overleeft het niet. Waarom ik deze grafiek heb meegenomen, is omdat wij, hoewel we al meer dan 40.000 mensen hebben gevaccineerd in de afgelopen maanden, meer dan 40.000, dat is best wel een heleboel, zijn er van de groep van 60-plussers, dus de groep waar de sterfte het hoogst is, zijn er nog heel veel, vele tienduizenden, die het vaccin niet hebben genomen.
En ik zou de mensen die naar het programma willen kijken en die 60 plus zijn, of die familie, vrienden hebben die 60 plus zijn, willen aanmoedigen om die mensen uit te leggen dat vaccinatie, zeker in deze tijd waarin we bijna 100 positieve gevallen per dag hebben, dat je met je leven speelt als je je in deze tijd niet laat vaccineren. Dus het is een dringende oproep aan alle 60-plussers om zich te vaccineren, maar niet alleen aan de 60-plussers. Want u ziet dat die rode lijn al begint op te lopen boven de 40 jaar. Ja. Dus ook de mensen boven de 40 die comorbiditeiten hebben, die dus nieraandoeningen hebben, die suiker hebben, et cetera, ook die mensen moeten zich echt laten vaccineren, want anders je speelt met je leven. Je speelt met je leven. Een uitspraak waarbij er alertheid geboden is. Hopelijk bent u na deze heldere uitleg van dokter Vrede nu wel ervan overtuigd om zich snel te gaan vaccineren. Vandaag was het een drukte van belang bij het psychiatrisch centrum Suriname, waar veel Surinamers naartoe zijn getogen om een prikje te nemen. Een goede keuze en het maakt ons allemaal heel erg blij dat steeds meer mensen gevolg geven aan de verschillende oproepen van onder andere onze president, de VP, de minister van Volksgezondheid en onze medici. Ik laat me vaccineren omdat we hebben een broer in Brazilië en hij heeft de hele familie verzocht om zich te laten vaccineren. En u weet, in Brazilië is het ook zo ernstig en hij is ook besmet geraakt, maar gelukkig is het goed afgelopen. Dus toen heeft hij aan de familie gevraagd om het toch te doen, want het is heel belangrijk dat je niet ziek wordt. Of althans, al ben je wordt ziek, maar als je gevaccineerd bent, dat je niet in het ziekenhuis belandt. Natuurlijk, ik moet mezelf beschermen en natuurlijk de familie ook, ja, mensen om me heen. Punt 1, als leerkracht moet je jezelf beschermen, want je gaat les moeten geven aan de kinderen. En liever ben jij veilig en dan weet je van, ik ben daar voor de kinderen. Want jij moet op den duur een voorbeeld zijn voor hun. En als ze zien dat hun juf gaat, dan weten ze van, ik ben toch veilig bij de juf. En dat willen de kinderen ook, een soort veiligheid. Ik kom vandaag voor mijn tweede prik. Dus na dit moet het een deel van de oplossing zijn natuurlijk. Om mezelf te beschermen, die kinderen die aan wie ik les geef en ook mijn gezin. Het is belangrijk, ik heb onderliggende ziekte, bloeddruk. En ik vind het belangrijk dat mensen zich vaccineren. Ja. Dus we moeten elkaar beschermen. Ik heb besloten om mijn vaccinatie om te laten bespoedigen vanwege het feit dat de cijfers stijgen. Dus ik dacht van nee, ik neem geen risico meer, het moet gebeuren nu. Nu moet ik me laten vaccineren, want het is een kritische toestand nou. Ik wil vrij bewegen. Ik wil vrij bewegen, ik wil beschermd vrij bewegen, dat is belangrijk. Niet dat iedereen me de vraag stelt en vervelend aankijkt van hey, heb jij al gevaccineerd, ben je beschermd of niet. Dus het is voor mijn veiligheid en voor mijn naasten. Surinamers die hun leven lief hebben en niet meer aarzelen om zich te laten vaccineren. Doet u dat dus ook? U wilt nu toch zeker niet worden opgenomen in het ziekenhuis met COVID-klachten? De ziekenhuizen die kunnen de opvang van nieuwe coronapatiënten absoluut niet meer aan. Biddy no demoro. Dr. Vrede was daar heel duidelijk over. Onze bedden die beschikbaar zijn voor COVID, die liggen vol. Er zijn momenten waarop we niet eens één bed hebben. En onze IC-bedden liggen ook helemaal vol. Dus als het zo doorgaat, dan komt er een moment waarop wij iemand die COVID heeft geen zorg kunnen bieden. Toch? Ja. En u weet, die mensen hebben zuurstof nodig, ze hebben medicijnen nodig. Maar daarvoor heb je in eerste instantie een bed nodig. Maar als er geen bed is, dan kan je eigenlijk niks doen. Dan moeten die mensen gewoon thuis blijven. Dus ja. Ik wil al die mensen die dus een verhoogd risico hebben op overlijden, wil ik echt aanmoedigen, laat je zo snel mogelijk vaccineren. Want wij hebben de uitbraak hebben we nog steeds niet onder controle. Het gaat in deze tijd om hele vrij agressieve varianten die veel meer mensen infecteren. Dus blijf niet wachten. Een heleboel mensen zeggen van, ik wacht nog even. Ja. Het is mij niet duidelijk waar ze op wachten. Want er zijn al vele miljoenen mensen met dit vaccin gevaccineerd. Hoeveel wil je? Moet het eerst een miljard worden voordat je denkt van oké, ik kan gevaccineerd worden. Er zijn voldoende mensen jou voorgegaan. En die mensen die leven nog, ze zijn beschermd. Dus laat je in godsnaam vaccineren. Want anders maak je het
heel erg moeilijk voor jezelf en voor de mensen in je omgeving. En we zijn haast aan het eind gekomen van deze aflevering van het COVID-19 journaal. En Isabi, want weekend lockdown no de, maar als aan het tap vanaf 6 euro dan 5 euro maand. En dat is 2 weken lang. Hou alle COVID-19 maatregelen in acht. Safasande, tot de volgende keer.